Vandaag in Slotstad Actueel. Gaan we langs bij zorgcentrum Acculade? Vertelt Ronald Kamstra over zijn politieke plannen voor dit jaar? Nemen we een kijkje bij de tiny houses? En tot slot gaan we langs bij de voedselbank en de kringloop van Zeist. We staan hier vandaag bij zorgcentrum Accolade in Bos en Duin. En hier is staatssecretaris Knops om met ouderen te praten over sociaal contact in coronatijd. Staatssecretaris Knops, wat is de reden voor uw bezoek vandaag? Nou, de reden is dat we vandaag flink aantal tablets hebben uitgereikt aan zorgorganisaties, vrijwilligersgroepen, die lesgeven aan ouderen. En die ervoor zorgen dat ouderen ook weer digitaal zijn. En juist in deze tijd van corona, waarin veel ouderen natuurlijk in een isolement zaten en minder contact mochten hebben met de buitenwereld, blijkt dat digitalisering en het gebruik kunnen maken van zo'n tablet voor hen echt hele positieve effecten heeft. En waarom heeft u dan specifiek voor deze plek gekozen? Nou, ik ben anderhalf jaar geleden ben ik ook in Zeist geweest. En toen heb ik met de wethouder gesproken en ook met vrijwilligersorganisaties die lesgeven aan ouderen in het gebruik van tablets. En toen heb ik beloofd dat ik terug zou komen met tablets. Nou, en we zijn teruggekomen en de alliantie Allemaal Digitaal, bestaande uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven en overheid, heeft vandaag hier in Zeist 90 tablets afgeleverd die gebruikt kunnen worden voor ouderen. We vroegen ook aan kinderminister voor digitalisering Luca Ripoli hoe belangrijk het is voor ouderen om digitaal betrokken te zijn. Waarom is het belangrijk dat ouderen mediawijzer worden? Het is heel belangrijk dat ouderen digitaal mee kunnen komen. Je ziet ook dat in de coronacrisis ouderen zich alleen voelen. En daarom proberen wij de ouderen digitaal mee te krijgen door ze een iPad te geven en online mee te krijgen, zodat ze kunnen bellen met de kleinkinderen. Help je zelf ook ouderen in je omgeving? Ja, nou ja, mijn oma. Ik kreeg toevallig toen ik net onderweg was, kreeg ik een appje van mijn oma of ik binnenkort even langs zou komen om de krant-app op de telefoon te zetten. Ik merk ook met docenten bij mij op school, de digitaal lesgeven waar we nu heel veel mee bezig zijn door de coronacrisis bij op de scholen, is ook moeilijk voor docenten. En die krijgen nu ook steeds meer dat ze vragen gaan stellen aan de leerlingen. En dat vind ik heel mooi om te zien, om te zien... hoe docenten toch ook aan de leerlingen een vraag stellen. Hoe werkt het nou? Kun je me een keertje helpen? Dat we ook andersom we hun ook kunnen helpen. Dus daar ligt een mooie taak voor onze generatie. Zeker. Samen krijgen we iedereen digitaal. En ik denk dat we daar iets heel moois van kunnen gaan maken. We vroegen wethouder Fluitman naar de rol van de gemeente Zeist in het digitaliseren van ouderen. Waarom besteedt gemeente Zeist aandacht aan dit thema? Ja, de gemeente Zeist vindt het ongelooflijk belangrijk dat mensen meedoen. Want daardoor blijf je actief en daardoor weet je ook wat er in de samenleving gebeurt en om je heen gebeurt. En je ziet dat ouderen, willen we dat ze steeds langer thuis blijven wonen en steeds langer zelfstandig blijven. Maar als ze dan eigenlijk niet precies weten hoe een computer werkt en daardoor eigenlijk niet meer weten wat er in hun omgeving gebeurt, dan raken ze eigenlijk steeds meer op achterstand en wordt de vereenzaming ook steeds groter. En dat willen we graag tegenhouden. Dus we willen heel graag dat iedereen meedoet in Zeist. En dus ook de ouderen. En dat kun je bewerkstelligen door zo'n iPad. Want daardoor heb je verbinding met de buitenwereld. En welke rol speelt de gemeente hier dan in? Ja, de gemeente faciliteert dit soort projecten. We zijn überhaupt heel erg blij met alle vrijwilligers die zich hier heel hard voor inzetten. We hebben bijvoorbeeld het project wat Peter van der Arend heeft gedaan om ouderen te trainen met iPads. Daar hebben we een subsidie voor gegeven, zodat ze ook iPads konden aanschaffen. En we proberen het project ook veel verder te brengen bij andere organisaties in Zeist, zodat iedereen het kent en iedereen er gebruik van kan maken. En wat was dan de rol in coronatijd bijvoorbeeld? Juist in deze tijd, de coronatijd, zie je dat heel veel mensen thuis moeten blijven. En doordat je met een iPad contact hebt naar buiten, kun je met kinderen bellen. Je kunt mailen, je kunt filmpjes kijken. En zo heb je eigenlijk veel meer toegang tot de wereld. En heb je ook het contact nog met mensen. En juist door het gebruik van zo'n iPad, wat eigenlijk heel eenvoudig is voor ouderen, wordt de wereld weer toegankelijk voor ze, ondanks ze mensen even niet fysiek kunnen zien. Maar wel zo kunnen bellen, praten, Facebooken en noem maar op. Vandaag heeft Slotstad Actueel een gesprek met Christon Kloosterboer, bekend van XYP en zijn eigen band Rigby. Ook werkt hij veel samen met andere grote artiesten zoals Ellou Black, Lost Frequencies en Ziggy Marley. Christon heeft een boek geschreven genaamd Adam en daar gaan wij het over hebben. Het boek gaat over Adam, dat is een Marokkaanse jongen die is geadopteerd in een Goois gezin. En die wordt gerecruiteerd door een Amsterdamse geheim genootschap. Het is een coming-of-age thriller. Dus Adam die worstelt met wat identiteitsproblematiek. En door het geheim genootschap waar hij door gerecruiteerd wordt, komt hij achter bepaalde vragen. Nou, er zitten autobiografische elementen in.
Alleen, het is gewoon een fictief verhaal. Het is gewoon verzonnen. Ik ben normaal werkzaam als songwriter en ik maak dan liedjes van 3,5 minuut. Dus dan kan je voorstellen dat je maar weinig woorden tot je beschikking hebt. Maar ik heb altijd wel beelden erbij in mijn hoofd. Dus als een soort korte films. En ik vond het wel eens leuk om dan niet die beperking te hebben, maar echt om zo'n beeld wat in mijn hoofd ontstaat en zo'n verhaal, om dat dan eens uitvoerig te kunnen uitwerken. Ik liep er al een paar jaar mee rond, maar toen Geert Wilders de persconferentie gaf waarin hij minder scandeerde, in ieder geval alle mensen om hem heen ook, toen dacht ik, ja, ik wil echt dit boek gaan schrijven. Ik heb ongeveer 2 jaar over gedaan. Dat komt natuurlijk omdat ik ook druk ben met andere dingen. Alleen, dus ik heb echt in de avonduren en in de koffietafel, bijvoorbeeld in Zeist, heb ik gezeten met mijn laptopje. Dus het heeft bij elkaar ongeveer 2 jaar geduurd. Ik maak in het dagelijks leven ook muziek voor films. En dat heeft me aan het denken gezet van waarom is dat nog nooit bij een boek gedaan eigenlijk. Daarom heb ik een soundtrack gemaakt. Ik heb gewoon heel dom gegoogeld wat is het gemiddelde leestempo van de Nederlander. En ja, daar komt dan een bepaald getal uit. En toen, om het een beetje schappelijk te houden, heb ik er 4 uur van gemaakt. Dus ik heb een soundtrack van 4 uur gemaakt. Die kan je op de achtergrond opzetten. Dus je hebt de codes van Spotify, die staan bij elk hoofdstuk. En die kan je scannen en dan word je naar het goede stukje muziek geleid bij dat hoofdstuk. Ik ben wel met het tweede boek bezig en er gaan personages uit dit boek ook weer voorkomen in het tweede boek. Adam ligt nu bij Kramer van Doorn op de Slotlaan in Zeist in de winkel. Deze week in Slotstad Actueel spreken we Ronald Kamstra van GroenLinks over hun plannen voor Zeist voor het aankomende politieke jaar. Onze belangrijkste 3 standpunten eigenlijk voor het komend jaar zijn in de eerste plaats blijven investeren in de kansen voor mensen. Ja, met name aan de preventieve kant. Je kunt beter voorkomen dan genezen. Dat is ook goedkoper. Dus als je kijkt naar de zorg, bijvoorbeeld de jeugdzorg, moeten we blijven investeren in het voorkomen van problemen. In de tweede plaats is voor ons heel belangrijk bestaanszekerheid en armoedebestrijding. Dus het voorkomen van schulden of als mensen in de schulden zijn geraakt, voorkomen dat ze door woekerrentes en ellende steeds verder in de problemen komen. Dus een actief beleid van de gemeente om schulden te saneren en te voorkomen. Ja, en in de derde plaats, zo'n wijk als Vollenhoven vraagt om een integrale aanpak. Dat we niet alleen kijken naar wonen of alleen kijken naar onderwijs of alleen kijken naar gezondheidszorg, maar hier komt het bij elkaar. Mijn collega raadslid Roel van Nieuwstad heeft vorig jaar een motie ingediend die zegt pak Vollenhoven nou geïntegreerd aan. Daar is ook geld van de provincie voor gekomen en dat beleid moet worden voortgezet. Want het is heel belangrijk dat we in zo'n wijk waar de problemen cumuleren de oplossingen vinden. Tot slot willen we weten wat het belangrijkste verschil is met het afgelopen politieke jaar. Ten opzichte van vorig jaar is de wereld eigenlijk heel erg veranderd en door de coronacrisis. En we zien dat door zo'n crisis, dat zie je eigenlijk altijd bij crisis, dat de zwaksten in de samenleving worden daar het hardst door getroffen. Dus mensen met nulurencontracten, oproepcontracten raken als eerste hun werk kwijt. Mensen die geen spaargeld hebben, geen buffer, komen als eerste in problemen, krijgen schulden, dat soort zaken. Dus wij willen heel erg de zwaksten in de samenleving door deze crisis helpen. Daar staat GroenLinks voor. Slotstad Actueel gaat langs bij het Waterwindpark, waar nu de eerste tiny houses zijn geplaatst. Wij spreken met Laura Hoogstraten en zij vertelt ons meer over dit project. Waarom staan de tiny houses op deze plek? Eigenlijk hadden we in Zeist zijn we er in Zeist nooit mee bezig geweest. En doordat die vragen er kwamen en daarnaast omdat we in Zeist toch een tekort hebben aan woningen, zijn we gaan bekijken van is tiny houses, het plaatsen van tiny houses, die voorwaarden of die ruimte scheppen, is dat nou iets wat voor Zeist een oplossing kan zijn voor een bepaalde groep woningzoekenden? En dat onderzoek dat hebben we gedaan. Daar kwam eigenlijk dit waterwindgebied uit, dit braakliggend stukje terrein waar ooit nog wel eens woningbouw gaat plaatsvinden, maar daar voorlopig nog niet. En vanuit dat idee, om op dit stukje grond tiny houses mogelijk te maken, dachten we nou op die manier kunnen we er ook een pilot van maken en gewoon eens kijken of het iets is en hoe werkt dat dan en voor wie zijn die huisjes dan belangrijk en kan het bijdragen aan, aan woningen en aan een stukje woningnood voor een bepaalde groep. Ook zijn wij benieuwd of er bepaalde richtlijnen zijn voor de huisjes. Ja, de richtlijnen voor de tiny houses, voor dit gebied, want je hebt natuurlijk meer tiny houses en andere gebieden waar mensen dat ze kunnen plaatsen, maar voor dit gebied hadden we een aantal afspraken gemaakt waar de tiny houses aan moeten voldoen. Een richtlijn van tiny houses überhaupt is dat ze over een snelweg vervoerd kunnen worden.
In dit geval is dat ze dus maximaal 25 vierkante meter mogen zijn, wonen op een vlak. En daarnaast dat ze ook weer weggehaald kunnen worden, hè, dus dat er ook niks meer achter blijft. Ze mogen niet hoger zijn dan 4 meter. En in dit geval bij deze groep woningen die we hier plaatsen, hadden we ook de wens dat het Zeister woningzoekenden waren. Dus mensen moesten een band hebben met Zeist of al in Zeist wonen of daar direct werk hebben. Is het voor iedereen mogelijk om hier te komen wonen? Of zijn er speciale eisen? Niet iedereen kan hier komen wonen. We hebben wel met elkaar een aantal criteria bedacht voor welke personen we deze huisjes willen bouwen. Een van de dingen is dat het in ieder geval mensen zijn die gekoppeld zijn aan Zeist. Het moest ook wel een bijdrage aan de woningopgave voor de Zeister woningzoekenden. Maar we hebben ook, toen we het plan hadden om hier die tiny houses te plaatsen, hebben we ook met de omwonenden in de straten eromheen gesprekken gevoerd wat zij belangrijk vonden voor het plaatsen van deze huisjes. Daar is bijvoorbeeld naar voren gekomen dat het niet hoger mocht dan 4 meter. Dat het niet de grote huizen mochten zijn, dus 25 vierkante meter maximaal. Ze hadden ook best wel de vraag, hè, mag het ook wel bepaalde eisen aan het uiterlijk, dat het mooie huizen zijn. Dus op die manier hebben we wel met de omgeving en met de criteria van de gemeente zelf een aantal set van voorwaarden neergelegd. Kunnen de tiny houses als een trend gezien worden? Tiny houses is wel degelijk ontstaan volgens mij uit het idee dat je voldoende hebt aan een klein huisje en minder consumeren. Dus ik denk dat het wel een trend is die uiteindelijk zijn werk gaat krijgen, langer door zal blijven gaan. En naast dat het ruimte en woongenot oplevert, ook bijdraagt aan gewoon een duurzame toekomst. Er wordt veel over gesproken. Moeten katten aangelijnd worden op straat? Slotstad Actueel vraagt aan de bewoners van Zeist wat ze hiervan vinden. Nou, ik hoorde laatst, ik heb eigenlijk nooit zo, ik ben me nooit zo bewust geweest van deze mening. Maar ik hoorde vorige week had iemand van de Universiteit van Wageningen had het erover. En die zei dat er tussen de 7 miljoen en 300 miljoen weidevogels per jaar doodgaan door zwerfkatten. Dan vond ik die marge wel heel groot tussen de 7 en 300 miljoen. Maar ja, het is toch iets waar we in deze tijd van bewustwording toch wel mee te maken hebben. Dus ik vond het wel, van mij mogen ze aangelijnd worden. Dus ja, vind ik prima. Ja, zeker. Katten zijn hele effectieve jagers. En zijn een bedreiging voor vogels en ook zeldzame soorten. Daarbij is bij Europees besluit al langer vastgelegd dat katten binnen moeten blijven of aangelijnd moeten zijn. Dus in Nederland wordt het al heel lang gedoogd. Katten? Nee. Vind ik niet. Honden wel, maar katten niet. Ik vind van wel, denk ik. Ik weet het heel zeker. Kijk, aan de ene kant is het wel veiliger voor dieren, zeg maar. Dus we kunnen het in de gaten houden. Andere kant, er zijn wilde dieren, die moeten ook af en toe vrijheid kunnen hebben en die doen ook zijn dingen. Ik denk dat het wel misschien handiger is, maar in de toekomst denk ik dat het wel niet. Ja, ja, 100%. Want er zijn wel veel katten die toch dood worden gereden, of niet? Ja. Nee, dat is niet te doen. Nee. Ik vind het niet fijn als ze bij me in het perkje wat doen, maar ja, aangelijnd vind ik ook wel sneu. Vandaag gaat Slotstad Actueel langs bij twee organisaties, de Voedselbank en de Kringloop van Zeist. Wij zijn benieuwd wat voor impact het coronavirus heeft gehad op deze organisaties. Hoe hebben wij de coronatijd ervaren? De coronatijd hebben wij vrij rustig, eigenlijk wel, want ja, het loopt allemaal gewoon door hier. En dat is ook heel makkelijk, omdat wij alles verdeeld hebben in 5 dagdelen. En wij werken met ongeveer 40 vrijwilligers. Plus 130 klanten in de week. Dus dat betekent dat we gemiddeld 2,5 uur tijd 30 klanten wegwerken om boodschappen te doen. En dat dus heb je redelijk wat tijd om dat voor elkaar te krijgen. Er komen ook maximaal 3 klanten in de winkel per keer, plus 3 vrijwilligers. Dus je hebt hier in totaal maar 6 mensen lopen in deze hele ruimte.
Waren er ook nog problemen met de nieuwe regels? Met de regelgeving van de overheid hebben we eigenlijk helemaal geen problemen gehad. Het is hier nogmaals heel makkelijk. Het is, onze klanten die volgen precies de wat wij willen. We hebben de richtlijnen aangegeven op een groot vel papier, buiten, aan de deur. En de klanten blijven ook buiten wachten nu. De gemiddelde hoeveelheid mensen die naar de voedselbank komen neemt toe. Hoe zit dat in Zeist? Nou, we hebben geen stijging. We hebben een afname. Ik denk dat het hier in Zeist best goed is. Dat hier in Zeist geen mensen zijn die gebruik willen maken of hoeven te maken van de voedselbank. Zijn er vrijwilligers gestopt tijdens de coronaperiode? Onze grootste doelgroep zijn de ouderen en dat is ook de grootste gevarengroep voor corona. De gemiddelde leeftijd is bij ons 65 plus. Ja, dus ja, er zijn enkelen die hebben afgehaakt. In de tussentijd merken we ook wel weer, doordat wij hier alles strak onder controle hebben, dat ze weer terugkomen. Krijgt een organisatie zoals de Voedselbank extra steun van de overheid? Nee, we hebben geen extra overheidssteun gekregen van de overheid. Wel via Voedselbank in Nederland. Wij zijn aangesloten bij Voedselbank in Nederland. Voedselbank in Nederland heeft gelden gekregen. En van dat geld wat zij hebben gekregen, kunnen wij, als wij echt in nood zijn om spullen te moeten kopen, kunnen we terugvallen op de pot van Voedselbank in Nederland. Hoe wordt er naar de toekomst gekeken? Worden er nog grote veranderingen verwacht? Wij veranderingen nodig voor de corona? Ik denk het niet. Ik denk dat wij gewoon door kunnen gaan zoals wij draaien. Vandaag zijn wij te gast bij de Kringloop in Zeist. Om te vragen hoe zij deze coronatijd hebben ervaren. Kringloop Zeist heeft de coronaperiode als een hele spannende periode ervaren. Nu we zo terugkijken op die coronaperiode vanaf maart tot en met nu, tot en met september, zijn de regels voor de overheid waar wij het meest tegenaan lopen, zijn toch wel de regels vanuit de zorg met betrekking tot de dagbestedingsdeelnemers. Kringloop Zeist heeft 350 mensen, vrijwilligers, bij ons. En daarvan is een heel groot deel, bestaat uit mensen met dagbesteding. En in de dagbestedingsperiode, of in de coronaperiode, mochten deze mensen veelal niet naar hun dagbesteding toe. En dat was voor deze deelnemers echt een hele verdrietige en ook vaak een hele eenzame periode, waarin ze niet belangrijk werk konden doen, wat ze hier met veel plezier doen. Dus dat was eigenlijk de grootste en ook de verdrietigste regel die er was. De enorme toestroom aan goederen hier in de loods was echt, het was overweldigend. En onze vrijwilligers stonden soms met hun handen in het haar hoe dat zo snel en zo goed en zo zorgvuldig als mogelijk te verwerken. Dus ja, het was heel druk. Maar tegelijkertijd vonden we dat ook heel erg fijn, want we kunnen aan de slag. We kunnen meehelpen om die goederenstroom, want het is allemaal eigenlijk grof huishoudelijk afval wat we hier verwerken. Super blij dat we dat mochten doen. Met name in de coronaperiode waren de mensen van de dagbesteding er niet. En met name de oudere mensen die vrijwilliger zijn bij ons durfden niet te komen. Dat geeft gaten. Maar flexibel als we zijn, moeten we dat gewoon oplossen. En dat hebben we gewoon opgelost. En roeien met de riemen die we hebben. Dus gewoon doorgaan. Sinds de winkel weer open is na corona, wij zijn 6 weken in coronaperiode zijn de winkels dicht geweest. Toen de winkels weer open gingen, hebben mensen zo ontzettend veel spullen gekocht. En dat bleef zo tot en met 2 weken terug. Daarna waren de zomervakanties voorbij en gingen de kinderen, jongeren weer naar school. Ouders gaan steeds meer weer aan het werk. En nu is het eigenlijk business as usual. Wij verwachten dat corona, wij zijn optimistisch gestemd. Wij denken dat er binnenkort vast een vaccin komt. Wij denken dat omdat Zeist verantwoord omspringt met corona. En bewoners zijn echt super verantwoordelijk. Vrijwilligers zijn super verantwoordelijk. Wij ook. Wij verwachten dat dat gewoon goed zal gaan. En in onze organisatie zijn tot nu toe, onze 350 vrijwilligers tot nu toe, is er nog niemand die corona gehad heeft of het in zijn omgeving heeft meegemaakt. Dus wij zijn super dankbaar dat het zo goed gegaan is tot nu toe.
We spreken met Karst Schuring van de PvdA. Wat zijn de belangrijkste standpunten voor de PvdA voor het aankomende politieke jaar? Waar staat de PvdA precies voor? De PvdA staat voor eigenlijk drie punten. Eén is, eerste is zorgen dat de kosten van de zorg, met name de WMO en de jeugdhulp, dat die zo in de hand gehouden worden dat wij dat kunnen blijven garanderen voor iedereen. Dat is voor ons een groot belang. Iedereen die dat nodig heeft moet dat kunnen. De tweede kant is dat we willen dat er een fors aantal sociale goedkope woningen bij komen in Zeist. En ten derde willen wij de kosten van verduurzaming. Verduurzaming is belangrijk gezien de klimaatverandering. Willen we zorgen dat die kosten van verduurzaming ook voor mensen met een klein inkomen betaalbaar blijven. Dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste punten voor de PvdA. Ja, de kosten, de sociale huurwoningen willen we proberen te stimuleren door de plannen te maken waarin een fors aantal sociale woningen zit. En waarbij wellicht ook de gemeente kan bijdragen om een bijdrage te leveren per woning. Zodat het ook mogelijk blijft om dat te bouwen, goedkoop te bouwen. Waardoor veel meer mensen in Zeist ook aan een goedkopere woning kunnen komen. En wat zijn de grootste veranderingen ten opzichte van het afgelopen jaar? Ja, het grootste verschil is niet zo groot tussen vorige jaar en dit jaar. PvdA is altijd geweest voor sociale woningbouw, voor goede zorg, voor verduurzaming. Omdat we de klimaatverandering moeten aanpakken. En eigenlijk zijn dat prioriteiten die al een aantal jaren vaststaan voor de PvdA. Er zit niet zoveel verandering in. Corona heeft natuurlijk wel gezorgd voor wat andere kijk op een heleboel dingen. Maar dit zijn eigenlijk de centrale punten voor de ontwikkeling van Zeist en de Zeistenaren, wat ons betreft. Dit was Slotstad Actueel. Tot volgende week!